zich ten doel het organiseren van tentoonstellingen van het werk zijner leden en van schilders en beeldhouwers, die daartoe speciaal worden uitgenodigd. Het streven is bijzondere aandacht te vragen voor de uitingen in de hedendaagse Hollandse schilder- en beeldhouwkunst. L'honneur aux dames, en daarom beginnen wij met het enigst vrouwelijke lid van onze vereniging, de sympathieke en energieke Else Berg, die een belangrijke uiting is in de schilderkunst. Piet van Wijngaard, Amsterdammer van den bloede, die uit een hoekje natuur het maximum van emotie haalt. A. Colno, zijn werk is doordrongen van een ernstige emotie. Het zware wordt flonkerend door de diepte van de kleur. De monumentale Hildo Krop, genoegzaam bekend als stadsbeeldhouwer. Voor hem is geen steen te zwaar of te groot. De levende en levendige Schwartz, bij wien steeds een bron van spontaniteit aanwezig is. Piet Wiegman, die de stijl steeds als basis stelt om tot uitdrukking te komen, wiens werk gericht is op het monumentale. Wij zeggen dank dat Polygoon, die in haar filmjournaal plaatsruimt voor een cultureel doel, zoals onze Hollandse kunstenaarskring dat nastreeft, en dat door alle Nederlandse kunstenaars ten zeerste wordt gewaardeerd.